De Hollandse Delta. Land bedreigd door water. Leefbaar en veilig dankzij de strijd tegen dat water. Met dijkversterkingsprojecten zetten we die strijd voort en maken we onze dijken robuuster en veiliger. Zoals aan de noordkant van de Hoekse Waard, bij de haven van Puttershoek. We versterken de waterkering daar met een steunberm die we tegen de bestaande dijk aanbouwen. Die steunberm heeft een kern van zand en een toplaag van klei. De klei is bestand tegen erosie. Daardoor blijft de steunberm stabiel, ook bij hoge waterstanden en hevige regenval. Even verderop, bij Schavendeel, leggen we ook een steunberm aan, over bijna 1,5 kilometer. Binnenvaartschepen voeren het zand en de klei voor de steunbermen aan. Zo beperken we de transportbeweging over de weg en daarmee de overlast, zowel voor omwonenden als de natuur. Dumpers brengen het zand en de klei ter plaatse. Het gaat om reusachtige hoeveelheden. Voor iets meer dan 2 kilometer steunberm in Puttershoek en Schavendeel gebruiken we zo'n 90.000 ton zand en 240.000 ton klei. Ronduit spectaculair en gelijktijdig met de dijkversterking uitgevoerd, is de aanleg van een nieuw stuk gasleiding in Puttershoek. De oude leiding lag in de dijk, wat volgens de huidige inzichten niet meer mag. De nieuwe leiding komt onder de waterkering. Met een gestuurde boring en gedragen door 9 machtige kranen verdwijnt het gevaarte onder de grond. Een huzarenstuk en een precisiewerk. De dijkversterking in de Hollandse Delta. Zo houden we het water buiten de deur en het land leefbaar en veilig voor de komende 50 jaar.